De COVID-19 checkpoint van het AZP aan de Abraham Samsomstraat is vanwege de enorme toename van het aantal besmettingen verhuisd. De checkpoint is nu op het KKF-terrein waar er een noodhospitaal is opgezet. Deze locatie is uitsluitend voor patiënten die eventueel moeten worden opgenomen. Het gaat hierbij om positieve patiënten in thuisisolatie, suspecte patiënten in thuisquarantaine die verslechteren en patiënten vanuit de verschillende swap-units die opnamebehoeftig zijn. De patiënten die de SEH op het AZP-terrein bezoeken, uitsluitend niet-COVID-gerelateerde spoedgevallen, moeten bij de triagepost enkele vragen beantwoorden om gescreend te worden op COVID-klachten. Mensen met milde COVID-klachten die niet ziek genoeg zijn voor opname, moeten naar de reguliere swapposten om te swabben, meldt het AZP in een persbericht.